Nu we steeds meer online leven, staan we voor nieuwe dilemma's. Het is vrijdagavond. Fien is helemaal opgedoft op weg naar haar vriendin Brechtje, die een dorp verderop woont. Gezellig, samen het weekend inluiden en daarna met vrienden uitgaan. Ze heeft met haar moeder afgesproken dat ze geen muziek luistert op de fiets. Saai, maar toch veiliger op deze donkere en wat verlaten polderweg. In de verte ziet ze de verlichting van de rotonde. Bijna bij de bebouwde kom, dus bijna bij Brechtje. Nauwelijks auto's. Dan had ik toch wel Lady Gaga kunnen luisteren, zucht Fien. Bijna bij de rotonde. Fien kijkt over haar schouder en ziet twee andere fietsers achter haar. Ze steekt de rotonde over en dan wordt het zwart. Een elektrische auto komt te hard van rechts en ziet haar niet op tijd. Fien verliest meteen het bewustzijn. En dan gaat het snel. In de ambulance overlijdt ze. Op haar Facebook staat dat ze op weg is naar een meidenavond. Maar alle WhatsAppjes blijven onbeantwoord. Fiens telefoon blijft bereikbaar. Het scherm blijft opgloeien. Maar Fien zelf is er niet meer. Na haar overlijden willen Fiens ouders dolgraag haar telefoon hebben. Daar staan tenslotte alle recente foto's op. Daarmee blijft ze een beetje bij ons, zegt haar moeder. Maar als zij de telefoon krijgen, zullen ze ook zien dat Fien en Brechtje smoorverliefd op elkaar waren. Fiens ouders weten niet dat Fien verliefd was op een meisje. Brechtje wil niet dat dit geheim uitkomt. Fien had zoals zoveel niets geregeld. Hoe denk jij hierover? Tijdens het derde lesuur op een donderdagochtend krijgt Peter een telefoontje. Hij vraagt zijn leerlingen even voor zichzelf te werken en loopt gespannen naar de gang. Aan de andere kant van de lijn klinkt een stem, luid maar duidelijk. Meneer Bos, we moeten helaas op korte termijn een nieuwe afspraak maken, want de uitslag van de biopte ziet er niet goed uit. Het is wat u vreesde. Kanker. Het woord kanker echoot nog door zijn hoofd. De schoolbel blijkt net te zijn gegaan. De leerlingen lopen langzaam heen de klas uit. De volgende dag wordt Peter opgenomen in het ziekenhuis. Het is het begin van een emotionele achtbaan. De kanker blijkt uitgezaaid. Het zit werkelijk overal. Peter overlijdt aan de gevolgen. Zijn vrouw en kinderen laat hij een grote verbijstering achter. Peter was altijd zo'n sociale man. Veel vrienden, druk met zijn gezin, altijd in voor een geintje. Zijn vrouw en zijn vrienden hechten veel waarde aan zijn Facebookpagina, die na zijn overlijden is omgezet naar een herdenkingspagina. Zijn drie kinderen, tussen 13 en 18 jaar oud, zien de waarde er eerst ook wel van in, maar na verloop van tijd beginnen ze zich wel steeds meer te storen aan al die foto's die Peter destijds van hem maakte en postte. De kinderen willen het liefst dat die herdenkingspagina verdwijnt, maar hun moeder wil hem graag houden. Ze weten niet wat Peter had gewild. Hoe denk jij hierover? Eva is 63 jaar en alleenstaand, sinds de vechtscheiding van haar man Jaap, 5 jaar geleden. Ze heeft sinds haar 42ste de longziekte COPD en wordt getroffen door het coronavirus. Hoewel het in eerste instantie een gewoon griepje lijkt te zijn, verergeren de klachten plots heel snel. Kort nadat ze door een arts op de spoedeisende hulp is gezien, wordt ze opgenomen op de intensive care. De dokter geeft haar weinig kans op overleving. Hij zegt dat expliciet tegen Michelle, haar dochter. Michelle belt haar oudste zus Marianne. Die komt onmiddellijk naar het ziekenhuis. Michelle appt ook Patricia, haar jongste zus. Aangezien Patricia al jarenlang geen contact meer heeft met haar moeder en ook nauwelijks met haar zussen, dringt Michelle niet aan om naar het ziekenhuis te komen. Patricia begint er ook niet over. 2 dagen later overlijdt Eva op de intensive care. Een paar weken na de uitvaart komen Michelle en Marianne bij elkaar om het huis van hun moeder op te ruimen. En wat blijkt? Op haar computer heeft ze duizenden foto's bewaard van haar 3 dochters, haar kleinkinderen en haar ex-man Jaap. Michelle en Marianne willen daar graag over beschikken. Ze vinden het echter raar dat ook Patricia en hun vader Jaap die foto's willen hebben. Patricia had al ruim 15 jaar geen contact meer met haar moeder. En het contact tussen Eva en Jaap was buitengewoon slecht.
De twee vinden dat Patricia en Jaap geen recht hebben op het fotomateriaal. Maar ze weten niet wat Eva had gewild. Wie heeft er recht op de foto's? Hoe denk jij hierover?